Dit is Op Weg met de Bijbel, een podcast van TWR. Hey, fijn dat je luistert. Mijn naam is Kees van Velsen en ik mag je meenemen in een vijfdelige serie over toeval of tijd in het programma Op Weg met de Bijbel. We hebben een aantal grote stappen in de Bijbel gezet: namelijk over de schepping, de zondeval, de mogelijkheid van redding en over Abraham, de aartsvader. Nu neem ik jullie mee. Naar een eigenlijk een klein Bijbelboekje in het Oude Testament. Dat is het Bijbelboek Rut. Want we hebben het dus over toeval of godsleiding. En mensen zeggen wel eens toeval, dat bestaat niet. Nou, voordat ik naar het Bijbelboek Rut ga, ga ik je eerst een verhaal vertellen wat mij ons een aantal maanden geleden is overkomen. Mijn vrouw en ik, wij waren in Spanje drie maanden lang. De maanden maart, april en mei. En dan zou je zeggen, ja, hallo, het leven van. Nee, ik zeg het trouwens fout, het is februari, maart en april. Zo was het, februari, maart en april. En zeg je zou zeggen, het leven van de pensionado, ja, ja, inderdaad, zal wel weer. Maar eh, ik was daar eh, voorganger in een, in een hele toffe Nederlandstalige gemeente in Torrebiega. De gemeente heet Hoeksteen. Als je er komt in Spanje, ik zou zeggen, bezoek de gemeente daar of andere plekken waar Nederlanders en ook Spanjaarden samenkomen. Drie maanden was ik interim voorganger, en na een maand of anderhalf kwam onze jongste schoondochter Mira met ons oudste kleinkind. Dus tante en nichtje, Liv, kwamen bij ons op bezoek. En we gingen naar Torbjägge op vrijdag, want op vrijdag is daar de markt. En de dames en ik natuurlijk ook wel, en mijn vrouw, we wilden uh, wel eens naar die markt in Torbjägge. Nou, we hebben daar uh, dingen gekocht en serieuze schoenen waar ik nu op sta komen daar vandaan. Maar ja, dat kun je niet zien, want het is radio. Oké. Okay. Um, we zijn daar een hele tijd, ontzettend leuke tijd gehad. En we gaan naar de Middellandse Zee daar. En prachtig, eh, als je daar ooit komt in Torrebiega, eh, dan, eh, dan zie je daar bijvoorbeeld echt prachtig strand trouwens. Maar ook een soort inham met rotsen en de, de golven beukten daartegen aan. Metershoge waterfonteinen, een soort watervalletjes van dat Zoutse zeewater. Schitterend om te zien. Nou, we hebben daarvan genoten. En we zeggen, nou weet je wat, we rijden nog een stukje Torrebiega in. Ik ken het niet zo goed, het is dus wel de kerk, maar ik had die stad voor de rest niet zo bekeken. En we rijden langs de kust en zien daar in de verte een reuzenrad. Nou, uh, het was vrijdag, dus uh, mijn kleindochter die zegt van, hé hey opa, nou zou daar iets zijn, een reuzenrad, leuk. Dus wij rijden erheen, gezo gezoekt door straatjes en dit en dat. En ja hoor, daar aan de... Waterkant staat een reuzenrad bij, een, uh, bij de La Marina. Dat was een restaurant daar. Waar het ding stond stil. De kermis was helaas voor ons allemaal was dicht. Terwijl hij daar een rondje rijden op een rotonde voor La Marina. Een restaurant daar. Zegt mijn vrouw: Moet je nou eens kijken? En op de straat ligt een mooie, lijkt het dure, damestas. Daar ligt een rode brillenkoker naast. En daarnaast lag een gsm, een telefoon, opengeslagen. En mensen lopen er langs en niemand lijkt het te zien. En mijn vrouw zegt: Joh, het lijkt wel iets van een kidnapping of zo. Ik zeg: Dat zal toch niet waar zijn? Dus ik zet mijn auto er aan de kant. Is niet makkelijk bij een rotonde. We lopen erheen en het is net alsof mensen het niet zien, die er langs lopen. We pakken de telefoon op, die blijkt ontgrendeld te zijn. Nou, Mira, mijn schoondochter, is juriste, dus die. Die gaat kijken, we doen die tas open, er zit een portemonnee met 485 euro erin. En, en ja, wij, wij zitten zo te kijken, wat is dit nou? En, en Ira gaat bellen, lang verhaal kort, ze krijgt een man aan de lijn, meneer Kozlowski, Een Poolse meneer in Canada wonend op vakantie met zijn vrouw in Torrebiega. Het blijkt dat die tas, die moet er al een kwartier hebben gelegen. Die is uit de fietsmand gevallen, kennelijk, en lag daar. En die man die komt. We hebben daar een tijd op moeten staan wachten. heeft nog een vinderslang gegeven aan mijn schoondochter en aan zijn kleindochter, maar goed. En die man zegt dit. Hij zegt: Dit kan helemaal niet. Ik zeg: Ik weet het. Ik zeg: Kijk hoeveel mensen hier rondlopen. Hoe kan het dat het ding daar misschien twintig minuten gelegen heeft en niemand heeft er iets mee gedaan? Toeval? He, onderwerp van deze serie. En die man die sta, stapt op zijn fiets en die zegt in het Engels dit tegen mij: Hij zegt, This must be the Lord's doing. Dit heeft God geregeld. Vond ik zo mooi. Ik zeg: Yes, I believe so too. Weet je wel? Mekaar nog, nou ja, weet je wel. Het was bijzonder, was, was kennelijk een broeder in de Heer. Kun je zeggen, nou, het is toch ook toevallig dat je er dan net moet zijn? Lieve mensen, dat zijn voor mij iets te veel. Toevalligheden. Toevalligheden dat wij een reuzenrad zien, dat dan wel stilstaat, maar oké. Okay. Toevallig dat we dat vinden, toevallig dat wij degene zijn die dat zien. Voor mij zijn het iets te veel toevalligheden. Maar we hebben we het over leiding van God? Bestaat toeval? In de Bijbel, in het Bijbelboek Rut, wordt gesproken dat er toevallig. Dit gebeurt dat Rut, en ik ga zo meteen na de muziek, ga ik daar iets over meer over vertellen, dat Rut, de Moabitische, dus niet een Jodin, gekomen in Bethlehem, dat hij gaat werken, dat hij aan de slag gaat, niks mis mee, en dat ze dan toevallig op een akker komt van een man en die heet Boas Toevallig gaat ze daar naartoe, toevallig komt ze daar terecht. En toevallig zal Boaz degene zijn die haar aanspreekt? Die Ruth, de naam betekent vriendin. Wie is zij? Ik zei het al voordat we naar de muziek luisterden. Zij is iemand afkomstig uit Moab. Dat is eigenlijk het huidige Jordanië, zou je kunnen zeggen. Zij is een weduwe. Hoe is dat gekomen? Omdat haar schoonmoeder. Met haar inmiddels overleden schoonvader en hun twee zonen, Machlon en Giljon, vertrokken zijn uit Bethlehem. Dat betekent letterlijk Betlehem in het Hebreeuws, dat betekent letterlijk huis van het brood, broodhuis. Dat Bethlehem, daar was een hongersnood gekomen en ze waren, eigenlijk om economische redenen, waren ze weggetrokken. Ze komen daar en dan trouwen de zonen van, van Naomi. Die trouwen met meisjes uit Moab. Maar de man van Naomi is overleden. Ze is weduwe. Dus het gaan naar het buitenland heeft zoveel ellende met zich meegebracht. Maar gelukkig, haar zonen trouwen met Moabitische vrouw, met Orpa en Rut. Die huwelijken blijven kennelijk kinderloos. En dan sterven die twee mannen. Dus Naomi is niet alleen haar man kwijtgeraakt, maar ook haar eigen zonen en er zijn dus drie weduwen bij elkaar. En dan staat er in de Bijbel, in Rut 1, dat Naomi hoort ervan... dat God heeft omgezien naar zijn volk. Ik vind ik heel een heel mooie gedachte. God ziet om naar mensen. En dat is geen toeval, dat is zijn keuze. En er komt weer brood in het huis van het brood in Bethlehem. En ze keert terug, haar dochters, haar schoondochters gaan met haar mee... en dan zegt ze, lieve schatten, even in mijn woorden... Ga maar terug, ik heb je namelijk niks meer te bieden. Ga naar het huis van je moeder en mag de Heer jullie goedertierenheid bewijzen. Ze zullen die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. En dan kust ze, dan neemt ze afscheid en mogen de Heer jullie geven jullie rust vinden, ieder in het huis van je man. Zegt, jullie zijn weduwe, weet je, jullie zijn nog jonge meiden. Vind een man, weet je, en, 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 en ga hertrouwen. En dan zeggen ze: nee. Nee, 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 Wij gaan met u mee naar uw volk. En dan zegt Naomi: Keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie meegaan? Ik, ik heb geen zonen meer in voorraad, om het maar zo te zeggen, waar jullie mee zouden kunnen trouwen. En dan staat er dat ze, als ze zegt dat er niets meer van haar te verwachten is, dat God zich tegen haar gekeerd heeft, dat is heel cruciaal, dan zegt Orpa: Oké. Okay, ik, 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 ja nee dat ga ik niet doen ik ga weg en zij keert terug en dan zegt Naomi tegen Rut ga nou toch ook terug je ziet toch dat je schoonzus weg gaat en dan zegt Rut het volgende dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan waar u heen gaat zal ik ook gaan waar u overnacht zal ik overnachten uw volk het Joodse volk uw volk is mijn volk en uw God de almachtige God is mijn God dit is solidariteit. Dit is zo'n prachtige keuze van deze niet-Joodse vrouw. Die ervoor kiest om met een vrouw, Naomi, die eigenlijk een prachtige naam heeft, liefelijkheid, zo verbitterd is. En die ook zegt: noem mij maar Mara, want de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Die is volkomen, volkomen verbitterd geraakt. Om te blijven bij deze vrouw. En dan komt ze daar in een voor haar vreemde omgeving. En dan omdat ze dan, is heel interessant, in de Bijbel staan dingen dat ook de arme mensen, dat die geholpen moeten worden, en, en, maar dat betekent ook, ook inderdaad gewoon werk hoor, um, maar dat er dus ook bij velden die afgemaaid werden, niet alles afgemaaid mocht worden, maar dat er iets moest blijven staan. En zij gaat aren rapen, ze gaat, he, ze gaat rapen en ze komt dan bij toeval. Het er echt letterlijk. Het overkwam haar bij toeval. komt ze op de akker van Boas. En dan, euh, nou ja, dan, dan doet ze daar onopvallend haar werk. Dan komt Boas, ook toevallig, net op dat moment komt hij eraan. Dan groet hij zijn medewerkers met deze woorden: De heren zijn met u. En ze zeggen tegen hem: De heren zegen u. Dat is nog eens een keer de verhouding werkgever-werknemer. En dan zegt Boas tegen zijn knecht: Wie behoort deze jonge vrouw toe? En dan vertellen ze: dat is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi teruggekeerd is naar het land Moab. En ze heeft gevraagd of ze die arend mag meenemen. En ze is gekomen en ze is gebleven van vanmorgen tot nu toe. Ze heeft bijna niet binnen gezeten. Dan gaat hij, stapt hij op rut af. Ook allemaal toevallig hè, dat ze daar komt en dat hij naar de toe komt. U hebt het gehoord niet van mijn dochter: ga niet op een andere akker arend rapen. U moet hier niet weggaan. U moet dicht bij de meisjes blijven. Je moet. Ze, knechten mogen je niet aanraken. Je mag drinken, et cetera. En, en, en dan, dan zegt ze. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Dat u naar nou mij hebt omgezien terwijl ik een buitenlandse ben. En dan vertelt Boas. Vind ik mooi. Het is een dorp. Er wordt niet geroddeld. Er wordt gezegend hier. Omdat ik heb gehoord wat je hebt gedaan. Na de dood van je man. Je hebt je vader en je moeder en je geboorteland verlaten. En je bent naar een volk gegaan wat je voorheen niet kende. Hij zegt, er is een goed getuigenis van jou. Wij horen dat je die keuzes gemaakt hebt. En dan staat er, mogen de heren uw daad vergelden... en mogen uw loon volkomen zijn van de heren, de God van Israël... onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. Een toeval of niet? Hij vertelt hier boos iets wat essentieel is... over die relatie met God... En dat is dat je bij God, als je naar hem toe komt, dat je schuilt onder zijn vleugels. Als een symbool van bescherming. En ik vind het zo mooi. En ik geloof niet in dat toeval. Eh, ja, het staat er. Maar een vriend van mij zei wel eens: ja, toeval dat is wat je toevalt. Heel <laughs> mooi eigenlijk. Maar dat je, dat je ziet dat Gods leiding. voor ons niet altijd zichtbaar. Heel concreet is voor deze weduwe. Maar ik wil nog iets zeggen ten slotte over die vleugels van God. Ik heb een verhaal gelezen dat jaren geleden. dat er een enorme prairiebrand was ergens in Amerika. En er was een boer en zijn paarden konden gered worden. ze konden ze op de stal krijgen. de stallen werden nat gehouden. buren kwamen helpen. Maar zijn hele prairie brandde af. En, en nou ja, maar gelukkig maar zijn gezin en hij en dieren waren gespaard gebleven. En hij loopt naar buiten om daar wat rond te kijken zo en dan uh, ziet hij tot zijn verbazing dat er een prairiehoen, dat is een beetje fazantachtige vogel, dat er een prairiehoen daar is maar verbrand is. Het beestje is dood. En hij snapt echt niet van hoe dat nou kan. Hoe kan dat beest die A. en hard kan lopen en B. prima kan vliegen, hoe kan dat beestje nou verbrand zijn? Hij is nieuwsgierig. Hij loopt er naartoe, tilt dat dode, verbrande prairiehoen op. En onder de vleugels van dat prairiehoen lopen zes kuikentjes weg. Ik vond het zo'n prachtig beeld. Dat dat prairiehoen dat ging nog liever dood. dan de kuikentjes aan het vuur over te laten. Bescherming onder Gods vleugels is geen toeval. Is de meest veilige plek die je kunt hebben. En weet je waarom? Omdat de Heer Jezus, de grote zoon van David en Rut, zal de overgrootmoeder van koning David worden in Bethlehem. En hij is geboren, weet je, en Jezus is geboren in Bethlehem. Hij gaf zijn leven voor jou. Hij stierf voor jou. Omdat hij wil dat jij leven zou krijgen tot in alle eeuwigheid. En als je tot hem de toevlucht neemt, zegt de Bijbel. Zul je nooit beschaamd uitkomen? Dan weet je iets over Zijn leiding voor jouw leven. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Op Weg met de Bijbel. Wil je meer horen? Ga dan naar tbr.nl of kijk naar Op Weg met de Bijbel in je favoriete podcast-app.